congratulations. You have following the nieuwe kart shit. Weet ik veel wat ik helemaal zeg. Maar ik heb in ieder geval een nieuw chassis en ik heb een nieuwe racing suit. En ik zeg, jongens, Deskazol hier. Namens Kasper, we gaan naar Japan toe. En dat doen we wel even weer kwalificatie aan. Want Japan is een heel na-circuit. Er zit een hele nare bocht in. We gaan naar het blauwe pakje toe. Helm blijft groen. Dat wordt echt een mooie kleurcombinatie, hoor. Chassis wordt nu ook groen. En wiels blijven hetzelfde. Want ik heb al de opstandswiel. Ik heb nu de Mamba Cut. Oké. Laten we gaan kwalificeren hier op Japan. Japan heeft best een nare bocht erin zitten. Het regent buiten. We gaan beginnen met de kwalificatie hier op Japan. Japan is best wel een naast circuitje trouwens. Vind ik ook geen fijne baan om te rijden in Japan. Er zit ook niet echt een snelheid in deze baan. Dus meestal draaien en keren. Het is geen high speed circuit, zou ik zeggen. Dit ook, dat is ja, slaapverwekkend, zou ik zeggen. Nou, hier komen we weer op stad finish heen. We hebben nog tijd zat over, zie ik jou makkelijk zat. En we zijn geplaatst voor P1. Gaan we gelijk door naar de race. Staat hier op Japan 2. 1 hebben we green, we zijn vertrokken hier op Japan en Schumacher heeft wederom een goede start. Hoe kan die Schumacher altijd zo'n goede start hebben? Wel, dat het spel gemaakt heeft. Oh, dat is het. Ja. Cool. Oké, bocht. En daar komt Schumacher en die passeert mij. Er wordt weer een close battle tussen Kasplantje en Kasper. Wat is er van die man, hè? Oh, daar wordt zelfs derde binnen. Hallo. Die mag je niet beuken. Je mag het trek bij me weg. Ongeacht dat ik bocht daar behoorlijk miste, voel ik toch weer meer in de buurt van Schumacher. De eerste ronde is klaar. 46-12 rijd ik nu. De snelste tijd is dus 42-68 snelste tijd. Dat zou er overheen moeten gaan. Dat is nog 4 seconden sneller als wat ik nu moet rijden. Ja, dat is het eerste rondje. Dus. Ik ben wel weer meer in de buurt van Schumacher. Ik moet niet echt in de buurt moet zijn, hoor. Ik zag dat ik wel in de buurt kom, maar... Oh, daar maakt Schumacher een foutje. Misschien dan moet ik het misschien in die bocht gaan proberen bij hem. Oh, je binnenkant. En hé, waar gaat Schumacher heen dan? Die staat daar af. Die slaat daar af. Die ging daar voor mij aan de kant op. Oké, duidelijk. Moet je er maar op 3. Dat was trouwens 40-68 wat ik hier voor reed. Dus standstijd is ook verpletterd. Dus het is nu 40-68 geworden. Kijk, hier mag Schumacher. Ah, daar spint Schumacher. Oh, daar spint Schumacher. Nummer 4 zit erop. Tijd is nu 41.02. Dat is langzaam. Oh, een stukje muur pak ik daar. Nog een beetje vergist trouwens in die bocht. Ik dacht dat de panden een lastige bocht had. Dan is het dus ergens anders dus die lastige bocht. Er spinnen wel meer mensen trouwens in die bocht daarnet. Nu rondje nummer 4. Dat was de tijd nog steeds 40-68. En nu 41-32. Het kan wel zijn dat ik nou gewoon langzamer ben als daarvoor. Oh. Dat is vreemd. Gewoon behoorlijk gat geslagen al met Schumacher, dus dat is geen probleem. Ik
Daar is natuurlijk de muur meer. Dat is niet goed. Daar is de pocht. Hier komen we stadvinders heen. En zijn we wederom eerst eens geworden. Yes. Klaar. Schumacher 2. Bugatti is nu 3. En Heinrich moet nog binnenkomen. Jan Heinrich, denk ik. Oké, jongens, dat was het weer voor nu. Vergeet niet even om te abonneren. Geef een like op die bel. Dan blijf je op de hoogte. Vergeet niet even om te liken. En zien we elkaar weer bij een volgende video hier op Des Kemzonder. Voor nu zeg ik tegen jullie de goede toedels en een dikke dag. Hoi.